Yo, het is je boy Alawali hier bij de finale event Killer Croc tegen Taser. Taser, hoe ging het? Weet het eigenlijk niet, man. Nee. Ik heb echt geen idee, joh. Ik was er niet bij. Ik was fucking nerveus deze keer. Ik weet niet waarom. Maar ik heb 3 rondes gespit. Ik ben wel een paar dingen vergeten in mijn 3e ronde, helaas. Maar ja, het is wat het is, man. Je pen game was weer on fire. Thanks, man. Ja, ik was zelf ook wel blij met het materiaal dat ik deze keer had, ja. Ik was ook meer gemotiveerd voor Krop dan mijn laatste paar battles. Dus, ja, nice. Oké, okay. Killer. Yeah, man. Hoe ging het? Het ging redelijk goed. De eerste 2 ronden vond ik gewoon goed gaan. En de 3e ronde, ja, weet je wat het kut is? Het is jammer dat het niet helemaal stil is. Want dat is echt een ding, weet je wel, dat ik... Het was echt luidruchtig. Maar deze even oproepen. Ja. Als je volgende keer als je komt naar Punch-Out Battles, fucking tof dat jullie allemaal komen. Maar hou even je bek dicht, man. Heb een beetje respect voor de MC's. We zijn een maand voor die shit aan het schrijven, weet je wel. En ik begrijp dat mensen het naar hun zin hebben en een biertje willen doen, alles. Maar respecteer de MC's, weet je wel. En voor de rest vond ik het wel een leuke battle. Alleen vond ik wel dat ze sliepen ook op zijn baas, hoor, een aantal. Zeker weten. En ook zeker op een aantal van mij. Dus, maar ik ben op ze het leuke battle geworden. Ik denk dat mensen het wel leuk vinden. Ja. En, het lijkt mij een beetje een battle die uiteindelijk op YouTube harder gaat zijn dan op het moment dat ze de bars opnieuw luisteren. Ik denk het wel. Ik had, bij mezelf had ik op sommige momenten echt van wow, ik had wel reactie verwacht op deze. Ja. En dan had ik hetzelfde bij hen. Ik hoorde ook gekke dingen, maar er wordt niet gereageerd of niet geluisterd of het gaat over hoofd. Ik weet het niet. Ik denk wel dat het op YouTube En een keer een fucked up timing. Toen had je een hele scheme opgebouwd naar haat op Krop. Dat was net het moment dat er doorheen werd gespeeld. Ja man, dat was echt fucked up. Dat was keihard, man. Check deze voornamelijk op YouTube. Voordat ik ga afsluiten, wie wil je volgende keer? Maar mij niet uit, boven mij en onder mij. Geintje, dat was die schizofreen weer. Ja, maakt mij niet uit. Tata, iedereen 5 plaatsen boven mij en 5 plaatsen onder mij. Don Tata, oké. Deze? Ja, je hebt een beetje iedereen nog. Ja, nee, ook Don Tata, man. We zouden eigenlijk dit event battelen, maar had afgezegd. Dus als het goed is, verschuiven we het naar de volgende keer. Ik had gehoord dat het in februari is, dus ik weet niet zeker of ik dan kan, maar ja, Don Tata is eigenlijk nu de enige target nog voor mij. Hey, trouwens, volg me op Insta, @taser01drie, volg hem, @vitaal013, Chalamang 1, fucking je moeders. Dinges, check deze, straks om 7 uur staat hij online, Pan Game was gruwelijk, ga hem checken, mijn naam is Alawali.